Zo, nou zijn we klaar, we hebben muziek erbij gezet, geluidjes, nou wordt het tijd om de film te gaan delen, zodat we van elkaars films kunnen genieten. Daarvoor moeten we hem exporteren. We gaan helemaal linksboven hier, pijltje naar links, klikken we op, dan komen we weer terug bij het beginscherm. Dan wordt het tijd om hem te delen, daar gebruiken we dit icoontje voor, delen voor. Dan gaan we eerst maar eens even bewaren. Onder. Dan gaan we de film opslaan. In de laptop zelf, bij de iPad zelf. Dan doen we hem op 720 pixels hoog. Daar is hij heel even mee bezig. Dan heeft hij de film geëxporteerd. Oké. Dan gaan we naar een ander programma. We gaan naar de home button, die zit daar rechts. Dan lopen we naar het icoontje van foto's, middenboven in mijn geval. En dan moet ik onderin gaan zoeken, want daar zit hij verstopt. Kijk, hier is mijn filmpje. En dan moet ik op zoek naar weer dat icoontje voor delen. Dat staat hier links onder. En nu kan ik hier op R op gaan drukken. Voordat je dit doet, moet je even bij Meester Theo in de buurt gaan staan om even vraag of hij het goed vindt dat je hem nu naar hem toestuurt, want op het moment dat je hem drukt, komt er op mijn computer, als het goed is, ja, een berichtje binnen, en dan moet ik zeggen accepteer, anders komt hij niet bij mij. Nou, dan zie je dat blauwe rondje, en als dat klaar is, dan zijn we klaar en kunnen we de film samen gaan bekijken. Dankjewel!